als de officiële stadsomroeper van de gemeente Almelo wens ik u allen een mooie en goede toekomst toe. En zeg het voort en veel succes. Einde van dit bericht. Bijeenkomst waarmee wij afscheid nemen. Jij kwam voor het eerst in de raad voor D66. Een democraat. Ik weet niet hoe daar nu in democratische kringen aan wordt teruggedacht. Of dat de geheugen zo lang teruggaan. Maar met veel genoegen merk ik. Maar je hebt de partij verlaten. Want in dat midden van de jaren 80 stapte jij over naar de Partij van de Arbeid. Sociaal-democratische dak boven je hoofd, dat je lang. Maar dat je uiteindelijk wel verruilde voor je eigen Almelo-lijst Jan Hamming. En ik wil je vragen naar voren te komen. Je bent heel lang het gezicht geweest van het Almeloos Burgercollectief, ABC. En daarna van Burgerbelangen Almelo. En je bent daardoor een van de founding fathers van het huidige LAS. Almelo kent jou ook als Napoleontische soldaat. En als een echte soldaat, niet met de steek recht over het voorhoofd, maar schuin over het voorhoofd, zodat je je musket kunt afschieten en dat niet in de fik vliegt door de kruiddampen die daarmee loskomen. Hier en om de raad zag men jou als een smart casual geklede jonge professional die het raadswerk combineerde met belangrijke commerciële functies. Die ook gelieerd waren aan datgene wat we als overheid doen en een afscheid moet nemen. En ik weet dat jij heel graag beschikbaar wilde blijven, maar ik weet ook dat jij zegt, mijn partij is groter dan de raadsfractie. En ik denk dus dat we nog van je gaan horen. Ik gun je een hele fijne toekomst in je nieuwe huis. Wij hebben in het college al luchtfoto's daarvan zitten bekijken en zo. En met een lichte jaloezie gezien dat je een zwembad in je tuin hebt. Kiesrechtperikelen die we onlangs nog hebben gezien hier. Onmin in de gemeenteraad, andere reglementen van orde, coalitievormingen. Je bent overal bij geweest. En je wist vele stormen te doorstaan. Hoe lang heeft u in de raad gezeten? Ik heb in totaal 12 jaar hier in de gemeenteraad ben ik actief geweest. 3 periodes vol meegemaakt. En voordat ik dat deed nog 1,5 jaar meegedraaid. Dus in totaal 13,5 jaar. Begonnen ooit in het oude stadhuis. En prachtige periode. En na 13,5 jaar is het tijd om ruimte te maken voor nieuw aanstormend talent binnen de VVD. Nog gefeliciteerd met uw onderscheiding. Dank u zeer. En hoe lang heb je nu in de raad gezeten? In de raad zelf 26 jaar. Maar ik heb in totaal 40 jaar zo ongeveer de politiek als schaduwfractie en zo gevolgd. Dus maar 26 jaar effectief, ja. Dat is een hele periode. En heb je nu vrije tijd over of hoe gaat dat? Ja, dat scheelt zeker 20 tot 30 uur per week. Inderdaad, dat is waar. Dat geeft wel rust, dat moet ik toegeven. Ja.